video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn haar krul. Ik ben er ongeveer 10 minuutjes mee bezig, dus dat is echt niet lang. En dit werkt voor mij. Ik ben trouwens geen kapper, geen specialist. Dus ja, ik zeg dingen, maar dat is puur omdat het bij mij werkt. Dus geen idee of het bij jou werkt, maar wie weet. Dus ben jij benieuwd hoe ik mijn haar krul binnen 10 minuten? Blijf dan zeker even kijken. Jullie komen ook te zien wat ik voor verzorging gebruik. Met douchen, shampoo, olies, al dat soort omgaan. Ik heb er heel erg veel vragen over gekregen hoe ik mijn haar doe. Dus ik dacht, het wordt tijd om hier een aparte video over te maken. Ik ben even verhuisd naar de badkamer, dus het kan een beetje galmen, sorry daarvoor. Maar dat heeft één reden. Hier kan ik al mijn feunen en krultangen en alles kwijt en in een stopcontact doen en in mijn kamer niet. Dan kan ik het niet goed filmen, want ja, dat is heel gedoe, want ik heb maar één stopcontact en dan, ja, dat kan gewoon niet. Dus ik sta in de badkamer en ik ga jullie laten zien hoe ik krullen dus nu ga maken. Ik heb mijn haar dus net, nou ja, gewassen. En het is nu nog nat, het is handdoek droog, dus ik ga het even feunen. Ik ga laten zien welke producten ik gebruik en welke krultang ik gebruik en dus hoe ik mijn haar krul. Nogmaals sorry voor het galmen, want in een badkamer is altijd een echo. Nee, maar goed, het is even niet anders. Nou ja, het begint heel makkelijk. Ik ga gewoon mijn haar feunen. En dat feun ik gewoon met een borstel, een feun, hoe heet dat? Een feun? Een feun. Van Ionic. Geen idee, die hebben we gewoon. Die is ook zo'n opzetstuk, maar ik vind dit prima. En dan doe ik hem op de hardste stand. In het midden hoe heet die kan. Hij kan koud, heet en heel heet. Dus ik doe hem gewoon op heet. En dus zo hard mogelijk, zodat het lekker veel blaast. Voor producten gebruik ik eigenlijk twee dingen. Deze gebruik ik altijd als mijn haar nog nat is. De André Lon Oil and Care voor droog en kroes haar. Deze. Dit is een voedende crème. Die vind ik super chill, want het gaat niet zo pluizen. En het voelt gewoon heel erg zacht aan. Dus die breng ik nu aan. En vervolgens, voor ik ga feunen, gebruik ik deze André Lon Heat Protector Spray. Met dat, ja, pompje. Eigenlijk spuitje. En die gebruik ik ook voor het magen krullen. Nou, dan gebruik ik ongeveer best wel veel pompen. Rond de 3. Nou, dat breng ik aan over mijn haren. En het mag ook wel een beetje aan de bovenkant, want het wordt bij mij door dat spul niet per se heel vet. Dus dat scheelt. En het ruikt trouwens super lekker naar een beetje mannelijk, ja, een beetje mannelijk geurtje. Heel lekker. Ja, soms gebruik ik nog wat meer, als het maar lekker gevoed wordt. Zo dat ik een beetje daarheen kijk, maar daar is een hele grote spiegel. Dus dan kan ik zien wat ik doe. Dan spray ik deze heat protector. Vooral eigenlijk in de punten. Zo. En dan ga ik feunen. Dit doe ik niet op een speciale manier of zo. Ik wil gewoon dat het droog wordt. En ik feun gewoon een beetje in het rond. Goed, als ik denk dat het een beetje droog is, want het voelt wel droog aan, borstel ik het door met een tangle teaser. En ik borstel eigenlijk nooit mijn natte haar, want dat is gewoon heel erg slecht voor je haar. Dus ik feun het gewoon eerst zo goed als droog. En dan borstel ik het door met dus een tangle teaser. En dat is echt super chill. Maar goed, het moet echt heel erg droog zijn voor je te gaan krullen. Want anders dan valt je krul er gewoon uit. Het moet echt droog zijn. Ik voel dat het nog niet 100% droog is. Ik voel hier wat natte plukken, dus daarom ga ik zo nog even door feunen, maar eerst echt even goed doorkammen. En door alles wat ik in mijn haar ga, voel mijn haar nu al mega zacht en is het totaal niet pluizig, zoals je kan zien. Gewoon echt, ja, super chill. En ik probeer dus één keer in de week mijn zilver shampoo te doen. Als ik denk, nee, het hoeft niet, want dan slaat het paars uit, dan doe ik het niet.
Maar ja, vaak één keer in de week, echt niet vaker. Met die vooral niet. Die kun je ook alleen bestellen. En ja, anders dan dat is echt zo'n kappers zilvertoning. En ja, die is gewoon super sterk. Echt heel erg goed. Goed, het is nu echt helemaal droog. Er zijn geen natte plekken meer te bekennen. Dus dan borstel ik het nog één keer door. En dan met de scheiding die ik wil. Ik had gewoon middenscheiding. En ja, nu, omdat we allemaal niet naar de kapper kunnen, heb ik gewoon best wel veel uitgroei. Dus als het kan, wil ik weer naar de kapper. Maar als je krult je haar, vind ik dat best wel dus minder opvallen. Als je echt zo stel je haar hebt, dan kun je heel erg goed je uitgroei natuurlijk zien. Dus dat is ook een beetje de reden waarom ik de laatste tijd het krul. Maar ik vind het ook gewoon mooi staan, lekker volume. Dus, nou, nu is het gewoon stijl. En zoals je ziet, als ik het stijl wil hebben, hoef ik het niet per se te stylen. De volgende stap is weer de Heat Protector van André Lon. Die doe ik nu ook iets hoger. Hij is bijna op. Ik heb gelukkig nog één op voorraad. Maar vooral in de punten. Goed, dan is het nu tijd om mijn haar te krullen. We hebben alles erin gedaan wat ik wil. Gewoon alleen Heat Protector en voor de rest gebruik ik letterlijk niks. Ik gebruik deze krultang en kan hem niet te veel vasthouden hier, want hij staat al aan. En deze is van Remington. Hier, de Remington Keratin Protect. En deze die geeft dus keratine olieachtig af of zo, dit ding. En dat blijkt dus ook verzorgend voor je haar te zijn. Nou ja, het zal wel. Hij is ook een beetje zacht, dus dat is wel chill. Maar dit is gewoon de dikte die ik heel erg fijn vind. Ik heb ook hele dikke tangen. Ik weet even niet meer hoeveel millimeter, 32 volgens mij. Nou ja, en voor kort haar vind ik dat minder mooi dan, ja, is ook mooi trouwens. Maar ik had vroeger lang haar en dan vond ik dat heel erg mooi. Maar dan zakt het heel snel uit als je zo'n dikke doet bij kort haar. Ik vind dit kort. En deze blijft perfect zitten. Dus deze gebruik ik en die zet ik op 210 graden. Ik weet dat het heel erg warm is. En ja, bij mij werkt dat gewoon, dus dat doe ik gewoon. Hij kan 150, 175, 190 en 210 geloof ik. Ik heb hem altijd gewoon op 210. Nou, en als hij niet meer knippert, die 210, dan, en hij staat gewoon aan, dan weet je dat je kan beginnen. Nou, we gaan beginnen. Ik doe eigenlijk niks dan mijn haar in twee helften verdelen. Dus hier de ene helft, hier de andere helft. En dan als het goed is heb je hierachter helemaal niks meer over. En dan begin ik hier aan de achterkant. Ik pak gewoon een pluk, heel random. En ja, ik ga het niet opsteken, vastzetten of zo. Nee, ik ben heel simpel. Ik pak gewoon wat en dat werkt. Nou, wat ik doe, ik pak dus de achterste pluk. Ik ga van achter naar voren, want dat is het handigst, vind ik. En dan krul ik het zo van buiten naar binnen. Dus de krullen vallen straks naar buiten, in plaats van dat het naar binnen valt. Volgens mij brengt dat gewoon meer volume. En sowieso de voorkant moet altijd naar buiten, want dan gaat het uit je gezicht. Als je die naar voren krult, dan hangt het allemaal zo voor je gezicht. Maar ik doe heel mijn haar dus naar buiten. Dus dat is het enige wat ik doe. Ik kan het wel laten zien, hier zo. En dit doe ik eromheen. En dan draai ik hem nog wat aan. En dan is dit wat ik doe. Ja, en dat doe ik dus bij heel mijn haar. Ik laat 10 seconden of zo zitten en dan kan die er alweer uit. Het gaat zo snel. En ik ben er denk ik 10 minuutjes mee bezig. Dus super chill en heel erg makkelijk. En niet te veel poespas. Nou, zo komt hij eruit. Zo. En ik zou zeggen, doe er niks mee. Je doet hem naar achter en je pakt een nieuwe. Ik ga ook nog geen haarlak in doen. Ik ga gewoon eerst heel mijn haar dus op die manier krullen. En daarna ga ik pas haarlak en dat soort dingen erin doen. Maar goed, eerst dus gewoon krullen. Sam? Ja? Is mijn pizza klaar? Ja, die staat hier al. Toebe! Ja, wel. Beetje. Even een break. Ik heb trouwens in minder dan 5 minuten, nou, deze kant al gekruld. En het hoeft echt niet te strak. Ja, en dan deze moet ik alleen nog. Ik ga even pizza tussen mijn tanden.
Maar goed, we zijn alweer aangekomen bij de laatste pluk. En ook die gaan we absoluut naar buiten krullen. Dus die doe je er op deze manier door omheen. Dus niet, hoe moet dat anders? Zo, eronder, dat je de pluk erboven doet. Want dan krul je hem naar binnen. Maar je wil hem echt naar buiten. Dus deze hierop. Ik heb geen idee of ik het een beetje goed uitleg, maar ik denk dat jullie het wel zien. En ook op deze manier. Goed, nu ga ik deze kant doen en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Goed, we zijn dan weer bij de laatste pluk van deze kant. Zoals ik zei, krul ik dus alles naar buiten toe. En nou, deze kant is gewoon makkelijk, want ik ben rechts. Dus dan hou ik hem in mijn rechterhand. En dan kan ik gewoon de pluk pakken en er zo omheen wikkelen. Maar aan die kant moet je hem dus in je linkerhand doen, voor mij. In mijn geval pak ik de pluk, leg ik deze dus weer op en dan moet ik het eigenlijk met mijn verkeerde hand vasthouden, maar zo'n probleem is dat niet. Nou, en dan zijn we alweer klaar. Oh, heet. Ja, je moet echt oppassen dat je niet verbrandt. Ik heb hem al zo vaak verbrand en ik weet het, je kan zo'n handschoentje aandoen, maar dat vind ik zo irritant. Dus ja, dan moet je het hier maar mee doen, hè. Zo, nou kijk, heel erg gekruld. Wat ik dan doe is dat ik de helftjes weer naar voren doe. Zodat ik goed kan zien van oké. En nu? Ja, ik zag hier bijvoorbeeld nog echt iets wat echt heel erg stijlmooi is. Dus die doe ik dan gewoon overnieuw. En dan kijk ik dus per pluk nog even aan van goh, zit het er een beetje in? En dan doe ik hem gewoon nog even snel overnieuw. Zo, nou het zit er nu heel erg strak in. Maar gedurende de minuten eigenlijk al zakt het bij mij in ieder geval best wel snel uit. Dus ik vind het wel chill om het er nu gewoon best wel strak in te hebben. Zodat het straks mooi gaat zitten. Nou, dit is dus nu het eindresultaat. Ik vind het helemaal prima. En wat ik dan dus nog doe is, nu is het afgekoeld. Dan pas als het is afgekoeld, oh ik heb mijn vinger verbrand, haarlak. En ik gebruik gewoon deze Schwarzkopf Junior Hairspray. Mega strong. Deze gouden bus, die vind ik super chill. En wat ik eigenlijk doe is hier zo mijn hand. En vooral goed de voorste pluk. En voor de rest een beetje. En ook een beetje hier van onder. Dus niet alleen hierboven. Deze haarlak vind ik super chill. Want hij blijft niet zo plakken. Je hebt ook haarlak wat heel erg plakt. En dat vind ik heel vies. Nou, dan doe ik hierboven. Nog een beetje om het strak te maken. Zo. Dan haarlak. Gebruik ik deze Lanza Healing Strength Silk Serum. En die ruikt mega lekker. Gebruik ik één pompje aan. En dit kun je ook gewoon nat haar en zo doen. Maar ik vind het op zich wel fijn om als ik krullen heb gemaakt, die olie of serum een beetje door mijn haar heen te doen. Want dan wordt het wat zachter, wat gladder en wat minder pluizig. En deze heeft dus ook geen sulfaat. Of hoe dat ook heet. Wat in shampoo zit. Wat je dus als kapper zijnde wil vermijden. Dus ik gebruik eigenlijk heel veel sulfaatvrije, of hoe dat ook heet. Volgens mij het sulfaat. En anders heb ik mezelf heel erg verschut nu. Producten. Maar goed. Nou, helemaal chill. Het ruikt mega lekker. Echt heel chill. En door die olie of serum zo door mijn haar een beetje met mijn vingers zo te doen, borstel je gelijk een beetje je krul uit. Zodat het wat minder strak wordt. Ik doe het niet met mijn borstel, want dan word je echt een poedel. Is eigenlijk zo. Dan de laatste stap is droog shampoo. En ik gebruik nu echt zo'n gekke skeren droog shampoo. Het is Chinees. Maar die heb ik bij Medicamenten die Grenzen gekocht. We hebben zo'n winkel in Nijverdal. Dat is super goedkoop. Is eigenlijk een soort Action. Maar dan voor drogisterij dingen. Nou, en daar heb ik dus deze van. Dat was echt 5 voor 1 euro of zo. Dus ik had gelijk 5 gehaald. En die is op zich gewoon prima. Spreek gewoon voor meer volume. Beetje hierboven. Zo, en je kan ook volumepoeder in doen, maar dat wordt heel gauw poederig en vet. Dus ja, ik probeer het gewoon te doen met mijn droog shampoo en dat helpt prima. En dit is het eigenlijk. Nou ja, zoals ik zei, het zakt straks nog allemaal iets meer uit. Dus dan zit het echt precies hoe ik wil. Maar dit blijft gewoon prima zitten en vind ik heel erg leuk eruit zien. Ik gebruik ook dus vaak nog volumepoeder, maar voor nu, omdat ik het net gewassen heb, vind ik het zo eigenlijk wel prima. Dus dit is eigenlijk hoe ik mijn haar krul en welke producten ik gebruik. Heel erg makkelijk. En voor mij werkt dit. En ja, ik hoop misschien voor jou ook. Ik ben in 10 minuutjes klaar met mijn haar krullen. Dus
jullie heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dat leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei!